Welkom bij Skills Talent Workforce, waar ik ben gedetacheerd bij twee verschillende bedrijven. Ik ga jullie vandaag meenemen in mijn werkdag. Ik zet even de auto neer en dan gaan we. Ja, zeker kan ik dat uitleggen. Ik werk namelijk bij twee verschillende bedrijven als office manager. Detacta richt zich vooral op het technisch installeren van de tracing. Ook wat te vergelijken met de vloerverwarming, maar dan voor de petrochemische fabrieken in Nederland en Europa. En bij TWDR doen ze vooral de luchtventilatiekanalen installeren. Dus ik ga jullie vandaag meenemen in mijn dag. Mijn ochtend en middag zijn heel verschillend, ook al ben ik in dezelfde functie bij twee verschillende bedrijven. Het is namelijk zo dat ik in de ochtend me vooral bezighoud met de inkoop en de verkoop, een stukje finance. Maar ook denken aan personeelszaken, zoals contracten opstellen. En in de middag ben ik bij TWDR en daar doe ik de inkoop en de verkoop boeken, maar tevens ook debiteurenbeheer en hou ik me bezig met de overige kantoorzaken. We zijn nu bij TWDR, zoals jullie zien. Ik ben afgestudeerd als Facility Manager op Zuid Hogeschool. Vervolgens direct gesolliciteerd bij Detacta BV. Daar binnengekomen eigenlijk met als werkzaamheden de urenregistratie bijhouden. En vervolgens de afgelopen 3 jaar allemaal werkzaamheden naar me toe getrokken, zoals een stukje finance, HR, maar ook planning zoals werkvoorbereiding. En afgelopen mei kwam er een vacature vrij hier bij TBDR, waar ik nu zit, ook als office manager. Dus die uitdaging heb ik met beide handen aangenomen. En nog andere vakken die mij zijn bijgebleven van de opleiding is vooral de communicatietrainingen en de managementvaardigheden. Dat zijn in ieder geval 2 vakken die ik dagelijks gebruik in mijn werkzaamheden. Daarbij ook nog HR en bedrijfseconomie. Omdat ik me vooral bezig hou met personeelszaken en finance, zijn dat ook 2 hele belangrijke vakken voor mij. Trouwens, nog voordat jullie gaan, ik heb een tip voor de huidige RFM-studenten. Kies een stageplek dat bij jouw interesses past en praat vooral met de mensen in het werkveld. Ik wens jullie een fijne dag en bedankt dat jullie er waren. Ik ga weer verder.